Ik ben een nieuwe baas. Ik heb het overgenomen van die vorige baas. Want dat noemen we geen baas. Als je afvraagt wie ben ik? Dat zeg ik net. Ik ben een nieuwe baas. Dus dat betekent dat ik de opdrachten geef. En dat betekent dat die guys fucking hard hun best gaan doen om het gewoon zo fucking goed mogelijk te doen. Dus ik denk dat ik begin met de eerste opdracht. Ik wens jullie hartstikke veel plezier en de opdracht luidt als volgt. Zorg dat je zo snel mogelijk met iemand van kleding verwisselt. Simpel. Oké, jongens, ik moet zo snel mogelijk met iemand van kleding wisselen. Dus met iemand anders. Dat is lastig, denk je? Zeker, want niet iedereen mijn kleding past natuurlijk. 16:12. Hoi! Hi, mag ik jou wat vragen? Ik ben bezig met een programma en ik moet zeg maar zo snel mogelijk met iemand van kleding wisselen. Wil je alsjeblieft met mij even snel van kleding wisselen? Doe me even snel naar de paskamer hoor. Ben je echt een engel? Met mij? Ja, we hebben een beetje hetzelfde. Kan dat, lukt wel. Je past je wel. Even snel. Ja, maar ik heb echt, ik moet echt heel snel. Maar je moet ook zo snel mogelijk. Dus doen we 3 minuten over. Nou, oh. Nee. Oh, daar, de stink. Nee, dankjewel. Je moet echt. Alsjeblieft. Sorry. Hey René. Ik denk als je begint over DH-wissel en dat soort dingen, dat je verder komt, man. Mag ook gewoon, hè? Het is gewoon een open opdracht, kledingwissel, alles mag. Nee. Hoi, en welkom in Rotterdam. Ik ben de Dikke, Raaf. En vandaag is de opdracht, zoek zo snel mogelijk iemand om je kleding mee te wisselen. Nou, toen ik de opdracht las, toen dacht ik natuurlijk, hey, dat is eentje die de baas heeft verzonnen voor René. Dus, wat heb ik nu bedacht? Ik ga even een vriend bellen. Ik ben nu toch vlakbij. Kijken of hij tijd heeft. Kijken of ik mijn kleding kan wisselen met hem. Hij werkt hier om de hoek namelijk. En daar gaan we dan. Hij gaat over. Hey Gino, ik heb een vraagje. Kan ik met jou even op je werk langs even wat kleding wisselen? Super, doen we dat. Kom ik er zo aan. Tot zo, hoi hoi. Even een evil lachje en alles. Kijk, ik word dus natuurlijk de hele tijd bedicht van vals spelen. En nu denk ik, fuck it. Als je hem vals spelen noemt, dan ga ik ook gewoon vals spelen. Dus bij deze. Mag ik jou eens vragen? Ik ben zeg maar bezig met een programma. Ja. En ik heb een opdracht en jij kan me heel goed daarbij helpen. Wil je me alsjeblieft helpen? De opdracht is? Wissel zo snel mogelijk van kleding met iemand anders. Okay. En ik dacht, wij passen elkaar kleding denk ik wel. Dus we hebben snel paskamertje ingegaan, dan kunnen ze dat snel doen. Nou, ik heb alleen geen tijd daarvoor, ik moet nu ergens zijn. Over hoe lang nog? 5 minuten. Ja, maar het kan echt binnen 1 minuut gedaan zijn. Ja, maar ze wachten al heel lang op mij. Ja, maar kunnen ze nog 1 minuutje wachten alsjeblieft? Nee, ze wachten al heel lang. Wil je mij helpen alsjeblieft? Licht. Moet jullie ergens naartoe? Nee, niet echt. Niet echt? Oké, top. Ik ben meestal op het programma op YouTube. Ja. Ajax! Ajax, heel goed. Wissel zo snel mogelijk van kleding met iemand anders. En ik denk dat we elkaar kleding wel passen. Dus we moeten heel snel een paskamertje op. Nee. Het gaat helemaal nergens over. Kom op jongens, een beetje vaart erin. Ik heb niet heel de dag. Tjonge jongen. Moet ook niet met iemand van kleding wisselen anders. Zijn er nog chicks waar ik kan ik nog met een... Zou ik anders... Nee? Ja, schiet op dan! Ik ben bezig met een programma en ik moet een opdracht uitvoeren. En dat is, wissel zo snel mogelijk iemand van kleding. Mag ik het alsjeblieft met jou doen? Ik heb van de paskamer. Daar heb je me zo erg mee geholpen. Ik 2 minuten. Nee, we gaan verder hoor. Echt niet? Sorry. Nee. Fuck, dat is moeilijk. En ik moet zo snel mogelijk met iemand van kleding wisselen van iemand anders. Zullen we dat gewoon in de paskamer doen? In de paskamer! Mag ik jou eens vragen? Mag ik jou eens vragen? Waar moet jij dat doen nu? Sorry? Moet je ergens heen?
Ja, ik heb mijn camping tegenhuis. Oké, okay. Ik kan me namelijk echt heel goed helpen. Met? En dat is, ik moet een opdracht uitvoeren en ik kom heel graag binnen. En ik win hem als wij nu heel snel in de paskamer even snel kledingwissel doen. Wij twee? Ja, en dan weer terug. En ik dacht, wij passen elkaars kleding wel. Ja, die is grotere box dan ik, maar dat maakt niet uit. Oké. Okay. Heel snel. Top, thanks. Moet ik even daar doen, of daar? Nou, we kunnen ook hier trouwens. Hey. Zo, nou dat past wel denk ik. En dat moet wel lukken toch? Zeker weten. Oké. Okay. Zo, even wisselen? Even wisselen. Nou, kom op dan. Oh, je helpt me hier wel enorm mee, zeg. Ja? Ja. Zo, eindelijk iemand gevonden met dezelfde bouw. Goed gedaan hoor, Big Boys. Big Boys XXXXL gewoon. Ha! Zullen we samen? Zullen we samen? Nou, kom op. Doe het samen. Tot zo. Heb je jouw broek? Ik heb een smoesje waarschijnlijk. Welke lucht is dat? Lolita. Oh, die ken ik wel. Goed hoop. Nou, hele andere meisjes. Thanks, top. Is dat hartstikke leuk? Wat vind je van het outfit? Staat het bij? Een rondje voor de kijker. 6. Oh. 6 minuten. Lekker dan. Dankjewel. Binnen 6 minuten ben ik van kleding gewisseld met iemand anders. Inclusief schoenen, hè? Raaf, succes. Gaat jou niet lukken? Lukken. Gaat jou niet lukken? Want ten eerste is het al heel lastig om te vinden die dezelfde omvang heeft als jij. Maar ik wens je toch succes. Doei. Tadaa! Tadaa! Nou, dit is het. De kleding exchange. Ik denk dat het binnen 5 minuten gelukt is, dus dankjewel broer. Het klassement staat weer op 0. Waarom? Omdat ik de nieuwe baas ben. En ik heb dingen zien gebeuren in de vorige afleveringen dat de punten uitgedeeld werden waarvan ik denk nee! Oké, ik vind het een moeilijke zaak, omdat ik weet, Dikke, dat je die guy gewoon kent. He? Doe nou niet alsof ik gek ben, want ik weet die shit. Ik ken die guy ook. Snap je? Maar je hebt het wel gefixt, dus ik kreeg een half punt. Omdat, ja, je hebt toch gebeld en dat soort dingen. Maar Renéetje, kijk jij, jou is het gewoon gelukt. Dat was eigenlijk de bedoeling, hè? Gewoon onbekende bam bam op straat. Dus daar geef ik een volledig punt voor. Dus de winnaar is... René, de chick. Sorry, Bora. Je weet toch? Gotta be real. Boom boom. Vond je het leuk? Dan moet je gewoon een abonnementje nemen. Hier ergens. Pap, 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 pap. En je kan het ook volgen. Of je kan ook die shit opzoeken. Op hashtag vochtbaas. Dat ben ik. Of hashtag team dikke. Of hashtag team René. Of hashtag ik vind die shit fucking nice. Dus ik check het gewoon nog een keer. Want dat kan ook. Volg het. Abonneer. Like het. Duimpje voor het fucked up, min duimpje voor het fucking nice. Deel die shit dan op je fucking Facebook of zeg het je vrienden. Ja? En wil je meedoen? Bel me en misschien zit je ook gewoon in die shit. Mag je volgende keer ook een keer een opdrachtje doen? Misschien kom ik wel met een volop nice opdracht, dat weet je niet. Dus wacht even, iemand belt. Wil je meedoen? Ja, dan moet je het liken. Ik zit nu nog in de opnames, ja. Nee, dus dat kan niet tegelijkertijd. Oké. Hè? Nee, hij kreeg een halve punt omdat hij toch fucking de shit zat te flashen. Ik hou niet van flashes. Flashing. Hashtag flashing. Hallo?